te komen. Tijdens dit rock'n'rollfeest maakten zij vooral muziek en konden ze niet met elkaar praten. Maar ik vierde Hermans verjaardag even heel privé met haar en Herman. Met recht een paar apart. Wel een beetje raar, ik ben al 50 jaar. Trillend op mijn benen, trillend op mijn benen. Als ze is verdwenen, als ze is verdwenen. De koning van de rock'n'roll die bewonderenswaardige leeftijd van 50 jaar. Herman, we vieren hier heel privé samen met Nina Hagen je 50ste verjaardag. That's great when you know, oh, 50. Ik ben er dol, ik ben er dol heen, ik waarschuw je, maar ik ben echt er dol heen. Vreselijk. Nina, like a young boy. Even, in de bijna 20 jaar oude speelfilm Cha Cha zien we de huwelijksvoltrekking tussen Herman en Nina. En zie, Fräulein Hagen. Sind Sie nicht befreudigt, einen so großen Mensch wie Hermann Broth zum Ehemann zu haben? Ja, sicher. Ja, heel Nederland denkt dat jullie ook echt getrouwd zijn geweest. We waren samen tijdens de opnames van de film. And one of the women in his life. En zo herinner ik mij op het moment dat ik naar Amerika... Wanneer ik naar Amerika kwam, heb ik me verabschiedet van die. Heb ik mij dus afscheid van haar genomen. Toen was ik nog iets vergeten op de kamer. Ik kom terug, lag zij... Waar is de show met De Verdi beschäftigd? Oh, come on. Ja, ja. You, oh, look at him. Yeah. Oh, my God. There is another side to the story also. Van Herman, oh, lucht dat je gaat. He went back with Doreen. Right? And I hear her voice. I said, okay, that relationship won't work out. Then we will not be faithful to each other. Een zeer monokane aangelegenheid. Ja, even... Proberen serieus te zijn. Nina, serieus. It was 2 weeks. Maar zo zijn we niet mijn getrouwd. Mijn dames en heren, 2 weeks with him. Wow. En Nina, wat bewonder jij in Herman? His holiness, zijn ganzheid. You know, you can't describe it because he's a unique person. Like everybody is a unique person. So he's one of those. Everybody. Unique persons. I believe so, in their own way. Yes, everybody. We need customers as well, you know. We hebben klanten nodig, toch? Turquoise now. Herman, jij hebt mij gezegd dat jij haar zo bewonderde omdat zij op spiritueel gebied al heel ver was. Wat bedoel je daarmee? In die zin, dat het stadium waar ik nu in ben, die van de totale bevrijding en door het dolle heen zijn, had zij al 20 jaar geleden. Of daaromtrent. Ik ben hier wel even op mijn LSD-trip gestorven. Ja, en daar heb ik God getroffen, in persoon. Ja, vertel eens, je had een bijna doodervaring. Ja, like the nature people in the rainforest. They do ceremonies, take ayahuasca or some of those, you know... seeing the herbs of nature where you can find your universal, your bigger, your soul. It happened, so I went out of my body. I died, actually, so it was great. I met, you know, a male being who gave me so much love that I knew it was God. So, yeah, it's about love and... De dood. En als men eenmaal dit stadium bereikt, kan men zoveel weggeven. Love. Mag ik Henk zeggen? Ja, ja. Iedereen vindt het een wonder dat jij 50 bent geworden vandaag, want je bent al bijna 4 keer dood geweest. Ja, en ik moet zeggen, het hele dood zijn, dat hele, die illusie van dat het dan een hemel is, ik moet u teleurstellen, dames en heren. Nee, het was een zwart gat. Ja, maar 4 keer, hoe is dat, wat gebeurde wel? Wat was er aan de hand? Nou, dan neem je te veel van iets. Dus ook een amateuristische handeling, dat je dus na al die jaren nog een verkeerd doseert. En dan lig je daar opgevouwen in het play, weet je. En wie heeft jou toen, hoe ben je... Ja, Koos heeft mij dus... Koos van Dijk, je manager, ja? Ja, via mond-op-mond beademing. Maar het levend gered, als het ware. Daarom mag hij ook blijven. Want je denkt dus altijd handig in de buurt, hè? Maar ben je nu je 50 bent, is dat voor jou ook een soort, mooi woord, maar een keerpunt. Ik moet bepaalde fans teleurstellen, inderdaad. De drugs is voor mij niet meer interessant. Nee. Ik heb het nu naturel. Wat Nina dus al heel lang geleden... I gave him a birthday present today. Guarana with vitamin C en traubenzucker. Ja, maar dan kun je beginnen met een halfje. This is very nice. It's even better than coffee. Dat is het geheim eigenlijk om... It's nice. It's nature, from nature. Ja, ja. En Nina, gebruik jij nog harddrugs? Nein, I'm working very much on my music. I'm a singer. Super clean. And I am
working on different wonderful projects, and I'm... No drugs. Going to the hospice to be with the people, and... Minaike. The world is taking drugs, the pharmaceutical industry, the lobby of the old school medicine. Those are the drugs Laat who maar, poison God zal ze wel. Humanity. But I'm a very healthy old woman, and I have 2 children. Yeah. And maybe more, but everybody says, oh, you're gonna be too old, you know, when... I don't think so. Herman staat voor schilderen, drugs, rock'n'roll en seks. Sinds 3 weken beleeft hij schilderen en rock'n'roll zonder drugs. Zonder drugs haalt hij de gekste stunts uit. Het liefst in aanwezigheid van camera's. Hoe ben jij vanmorgen wakker geworden, Herman? Naast ene stewardess. Ja, ik wil niet opscheppen, hoor. Maar jij hebt eigenlijk... En zelfs voor de oude mannen is er ook een markt, toch? En er zijn heus niet altijd meisjes die geen vader hebben gehad. Maar jij vindt nog altijd leuk die one night stands, dat avontuur? I love it. Ik vind nieuwe mensen ontmoeten hoogst interessant. En jouw verhouding met Nina, hoe moeten we dat zien? Dat is al een heel mooi cadeau dat zij op je verjaardag hier is. Daarom, ik bedoel, woorden schieten sowieso tekort. Ik ben een schwester in rock and roll. Because we're doing the same thing Nina every Hagen year. Is die keuring in tour, van die rock and roll. Je kijkt naar de koningin en de koning. Wat voor cadeau had je nog willen hebben op je feest vanavond? Een bezoek van een koninklijk huis. Eine prinsessin! Ja. Oder ein Prinz auch schon. Je bedoelt de koning van de rock'n'roll verwacht koninklijk bezoek. Ik vind wel dat ik dat verdiend heb na 50 jaar keihard werken. Ah, he wants to be a knight, right? Ja. Je hebt nooit een lintje gehad, Herman. The queen of Holland puts the sword on you and say, knight Herman. Als er niemand komt, dan doe ik net of ik een telegram van de koningin heb gehad. En dan lees ik dan voor vanavond. Dus, ja. En dan staat in, Herman, stop. Ja. Er kwam geen koninklijk bezoek tijdens dat fantastische verjaardagsfeestje daar in Paradiso. Maar wel familie, vrienden en een record aantal tv-ploegen. Herman, we kijken allemaal uit naar je 60ste verjaardag. Misschien wel met als bijzondere gast koning Willem-Alexander.